Otaku Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect Escape Mode hier op Faku Games. En jongens, de gevangenis die ik vandaag ga spelen, die is gemaakt door Oude Heuvel. En ik vind deze gevangenis best wel heel erg lijken op de manier waarop ik zelf eigenlijk altijd prisons bouw. Bovenin zie je bijvoorbeeld een paar kantoren, de gevangeniscellen en de yards, die zijn best wel heel erg symmetrisch. Dus ik hoop eigenlijk dat deze gozer precies dezelfde fouten heeft gemaakt die ik eigenlijk maak in mijn prisons. Waarschijnlijk niet, want jullie zijn altijd veel beter in dit soort dingen bouwen dan dat ik dat ben. Maar ik kan wel proberen om te ontsnappen. En we zien wel of dat het gaat lukken. Ja of nee? Ja toch? Als jullie ondertussen eventjes een like op deze video knallen, zou dat awesome zijn. En dan kan ik ondertussen beginnen met huilen. Want hier kom ik natuurlijk never nooit erheen, hè. Alhoewel, hier beneden mogen we technisch gezien komen. Bij de leveringen. Die sniper staat alleen maar boven. Bij het verboden gebied. Als ik daar buiten kan blijven. En dan moet ik gewoon heel goed. Oh nee, hier mogen we alweer niet komen. Ik dacht, dan kunnen we namelijk misschien heel erg snel. Als de deur open is, kunnen we naar buiten hollen. Maar hier mag ik toch gewoon komen? Ben ik nou gek? Ik mag hier gewoon komen. We zijn meneer Bauer trouwens vandaag. Frans Bauer is eindelijk opgepakt omdat hij de hele tijd hele vervelende liedjes aan het zingen was. Een klein beetje geluk. Ik moet eigenlijk uitkijken dat ik niet opgepakt word. Vanwege hele slechte liedjes. Nou, breng me naar mijn cel. En dit ziet er trouwens ook echt totaal niet uit als het kapsel van Frans Bauer. Best wel een beetje heel erg vreemd hoor, jongens. Frans Bauer die heeft toch altijd van die langere lokken. Wat voor haar heeft Frans Bauer eigenlijk? Ik kan hem mezelf even voor mijn hoofd halen, maar wat voor haar heeft hij? Heeft hij lang haar? Heeft hij stekeltjes? Nee. Frans Bauer heeft toch geen stekeltjes, of wel? Ik zie in ieder geval een gozer met een gun. Die kunnen we zo meteen proberen te jatten. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Want ik denk dat ik wel iets van een gun nodig ga hebben. Al is het maar om die snipers uit hun toren te schieten. Hé, hey, broeder. Geef een man eens eventjes goede kleren. Nee, niet mijn kleren uittrekken. Blijf af. Blijf met je vingers van Frans Bauer af. Snap, papverdorie. Haal je vingers uit zijn hol. Nee. Niet die shotgun in mijn hol. Please, niet doen. Hij ziet wel net zo bleek als Frans Bauer. Oh, oké. Moet ik die aan? Maar die is smerig. Gadverdamme, hij geeft me smerige kleren. Ik ben Frans Bauer, weet je wel. Ik moet hele dure kleding dragen. Oh. Sorry. Ik heb mijn handboeien om. Ik hoef niet toch meer handboeien om. Ik heb maar één paar handen. Als die om zijn... Oh, we moeten echt daarin. Waar moeten we? Moeten we hierin? Oh, dat is lekker dichtbij. Tijdelijke cel. Maar waarom is die cel tijdelijk? Krijgen we dan later een grote cel of zo? Oké, moet ik hier zitten? Oké, doei. Alsof ik hier blijf zitten. Dat is mijn tijdelijke cel. Het is tijd voor eten, vriend. Deur open. Dank u. Oké. Het is tijd voor eten. Als ik dan naar buiten wil rennen, dan zal ik sowieso snel moeten zijn. Dus we moeten even een plek zien te vinden. Waarbij we alles heel snel kort en klein kunnen mappen. Kijk, hier. Er wordt iemand gewoon doodgeslagen daar. Of doodgeschoten. We moeten ergens een plek zien te vinden. Waarbij we heel veel dingen kunnen slopen. Hier bijvoorbeeld. Oh shit, hij schiet. Hij schiet nu al. Oké, rustig. Die gozer had ik niet in de gaten. Straf overslaan, dat is niet goed. Dan krijgen we dus blijkbaar geen experience punten voor. Voor camera's sowieso wel. Hier. Auw, rustig vriend. Ik wilde alleen met die camera filmen. Hij filmt mij toch. Waarom filmt hij mij zomaar? Hij mag me niet filmen. Hij mag niet filmen. Stop filmen dan. Mag niet. Straf overslaan, dat mag wel. En dan krijgen we lekker. Snel. Oké, doe de deur open, please. Dank u. Oké, zijn we snel? Ja, we zijn al heel snel. Kunnen wij nu al naar buiten rollen? Waarschijnlijk niet, hè. We moeten trouwens de andere kant op. We moeten deze kant op. We gaan het gewoon proberen. Misschien is het maar een hele korte aflevering. Zou best kunnen. Sommige afleveringen van Escape Mode die zijn al eenmaal kort. Als ik doodgeschoten word, of ik weet op een snelle manier te ontsnappen, ze doen gewoon de deur voor me open. Dat is ontzettend aardig. Als ik het voor elkaar kan krijgen om... Kijk, hier is het verboden gebied. Ze moeten wachten tot ze die deur open doen. Oké, sprintje. Sprintje. Niet. Wie schiet er dan? Ik heb geen rood lijntje gezien. Wie schiet er dan op me? Is dat echt de sniper, jongens? Ik kan me niet voorstellen namelijk dat dat een sniper is. Ho, rustig!
Misschien dat we dan naar beneden moeten. Misschien dat daar minder snipers staan. Laten we daar maar eens even kijken. We moeten hem nog altijd een beetje verkennen. Ik vind het wel aardig dat ze die deuren gewoon op afstand voor me open doen. Dat scheelt echt een heleboel ellende. Yo, deur open, broeder. Dank u. Laten we eens beneden gaan kijken. Misschien dat daar wel leuke dingen zijn. En dan ga ik gewoon liedjes zingen. Dat kan Frans Bauer goed. Maar ik niet. Dus misschien dat ze dan wegrennen. Voor alle ellende. Hallo. Oké, rennen. Rennen, rennen. Nee. Oh, come on. For real. Dat kan je niet menen. Waarom schieten ze zo snel? In sommige gevangenen schieten ze helemaal niet. In deze gevangenis weten ze niet hoe snel ze moeten schieten. Alleen toen ik die camera's overhoop en het mappen was, toen waren ze aan het schieten. Of ze even normaal willen doen. Vaco Gamers, hoop ik willen jullie toch nog eventjes een like op deze video knallen. Ik heb het geprobeerd. Morgen is er uiteraard weer een poging met een andere prison die door iemand anders is gebouwd. Mocht jij nog geen prison hebben ingestuurd voor deze serie, ga dat dan zeker even doen. Zorg ervoor dat als je hem uploadt naar de Steam Workshop, dat je dan in de titel Vaco Gamers neerzet. Of dat je in de beschrijving bij de tags Vaco Gamers neerzet. Want daar zoek ik op en als ik die niet kan vinden, ja dan kan ik hem niet spelen ook. Het lijkt me tof als je dat eventjes gaat doen. Lijkt me tof als je toch eventjes een like achterlaat. En hopelijk zie ik jullie dan morgen weer terug bij de volgende poging in Prison Architect Escape Mode. Hier op Vaco Games. Mazzel!